dan gaan we weer door. Olie zijn prachtige bocht is het toch. Het ziet er fantastisch uit. De Vries deed het tra. Ekens. Iemand raakt hem kwijt. Helemaal. Gaat Rouge. Er heel hard achterstevoren. Dat is Alesi. Ja. Zo. Oh, wat een mega klappen. Wow. Oh. Zo. Dit is echt een hele harde. Motor is los van de monocoque. We zien daar. Correa is er in ieder geval bij betrokken, sowieso. Oeh, ik hoop dat de rijders echt oké zijn. Dit is een hele harde klamper hoor. Dit doet heel veel pijn in Eau-Rouge. Goed, zes is gestopt. Dat lijkt me volkomen logisch. Ja. In Eau-Rouge gaat het valikant mis. Oh, zeg, dit is echt een hele harde klamper hoor. De monocoque is in ieder geval nog intact van een van de rijders. Ja, Hubert of. Calderon is in ieder geval Alesi staat hier stil, maar die heeft niet zo heel veel schade. Sowieso zag ik Correa. Het lijkt liggen. Er, ja. Dit is een hele harde klappen. Een van de hardste klappen die ik in ieder geval in de Formule 2 ooit heb gezien. Ja, we hebben hier al wat schuiven gezien, onder andere van Jacques Villeneuve in het verleden in de Formule 1. Is er eens een keer heel hard in Eau-Rouge afgeschoten.